Er is een tweede lemster aangehouden op verdenking van brandstichting. Het gaat om een 24-jarige man. Zaterdag werd al een 22-jarige man in Lemmer aangehouden, direct na een brandstichting aan de Luitje-Mulderstraat. Hij heeft bekend en zit nog steeds vast. De politie onderzoekt of de beide verdachten de daders zijn van de brandstichtingen de afgelopen tijd in Lemmer.